We gaan natuurlijk straks eerst rijden. Dat hoort natuurlijk bij een ponykamp. Ja, eigenlijk zijn de regels hier. Meestal geven wij jullie een pony. Want ja, weet je, qua rijden en zo, qua niveau, is het natuurlijk het beste om gewoon een pony van goed niveau te krijgen. Maar ja, misschien doen we ook wel een lesje dat je zelf mag kiezen of zo. En natuurlijk gaan we springen, dressuur doen, westernles. Alle leuke dingen. Dus. Nou, Mark heeft de lijst. Dus als jij even opnoemt op wie iedereen mag. Ja, dat is een goed idee. Hey, ik kan je wel helpen met Brammy. Want ik moet toch in dezelfde stal zijn als jij. Oh, ja, heel erg bedankt. Hier hangt het zadel van Brammy. En eigenlijk heet hij Bram, maar wij noemen hem eigenlijk gewoon Brammy. Dit zadel is echt wel zwaar. Nou, je weet natuurlijk niet waar Brammy staat. Nou, Brammy staat hier zo. Dus pak je zadel maar en opzadelen. Hey Brammy, we gaan lekker een stukje rijden. Hey, hou Andor even vast. Dan ga ik heel even dat meisje helpen. Heeft iemand nog hulp nodig? Oh ja, ik kan je even controleren of de single goed zit. Ja hoor, met plezier. Even voelen. Ja, die zit goed. Dankjewel. Ik heb de single expres losser gedaan. Kunnen we eens zien hoe goed ze werkelijk kan rijden? Oh, je bent echt gemeen. Ja, hallo. Andor. Luna, welk niveau rij je eigenlijk? Ik rij hofgevorderd, mevrouw. Hofgevorderd. Het eerder een privé blusser. Laat Brammy dan nog maar even wat meer doorlopen. Wat gebeurt hier nou? Haha, karma. Auw, ik dacht dat de single goed aangesingeld was. Toch niet? Heb je heel erg pijn? Oh nee, het gaat wel hoor. Gaat het goed met Bram? Ja, ik denk het wel. Huh? Bliksem? Waarom staat bliksem in de wei? Voor de duidelijkheid, wie heeft bliksem in de wei gezet? Kom Andorra, we laten ze eens zien wie de beste is. Als alle paarden in de stal staan en de twee meisjes rustig op een bankje zitten. Nou, ik heb de eerste dag niet echt vrienden gemaakt. Ach joh, wat maakt het uit? Het was maar een ongeluk. Dit kan iedereen overkomen. Het was niet jouw schuld. Ik snap het niet. Waarom zei dat meisje dan dat Lixen wel naar buiten mocht? Die meisjes sporen niet. Weet je, laat ze lekker gewoon voor wat het is. En wij gaan deze week lekker lol maken, oké? Oké, deal.